Teuben mag deze wedstrijd in goede banen gaan leiden. En dat zal hem ongetwijfeld lukken. De opstelling van Tom Bos. Behoorlijk gewijzigd qua namen en qua posities ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen Rode JC. Een debutant, Jarni Koornman met nummer 32. En dit is de spits, Dennis van der Heijden. Met een verleden hier in Almere. Dat geldt ook voor de andere aanvaller, Kivon Leidsman. Hier zie je Koornman. Leidsman. Van der Heijden kiest positie, Koornman wel dichterbij. Maar Leidsman wil het graag zelf doen. Ja, hij wil zich revancheren. Wil wat laten zien. Leidsman sterk. Dat doet hij goed en de poging is niet onaardig. En in twee instanties heeft de doelman hem. Maar dat was goed werk van Kivon Leidsman. En nu zou het wel gevaarlijk kunnen worden. Leidsman, als hij het overzicht heeft. Nou, met een gelukje. En dit is een debuut met een bal op de paal. Koornman had hier de wedstrijd van een nieuwe impuls kunnen voorzien. Kreeg hem met enig fortuin van Leidsman. En heeft dan de pech. Dat was het, denk ik. Geen Topos. Daar is hij dan, Matteo Aramburu. Hij komt Kivon Leidsman vervangen. Uruguayaanse vader, Engelse moeder, die Aramburu.